De volgende vraag is een hele lastig ingewikkelde vraag, maar toch wel eentje die behandeld moet worden. En om ervoor te zorgen dat ik niks zal overslaan, zal ik hier ook gewoon lekker mijn tekst bijhouden. Namelijk, hoe zit het als je seks met een minderjarige hebt? Is dat strafbaar? En ook als je zelf minderjarig bent? Nou, als eerste is belangrijk, ongeacht hoe oud iemand is, om te kijken of er sprake is van volledige vrijwilligheid of dat er sprake is van dwang. En hierbij zeg ik volledige vrijwilligheid, omdat vrijwilligheid tot het hebben van seks, nadat er bijvoorbeeld verleidende middelen zijn geweest, zoals geld of kleding, toch wordt gezien als een strafbaar feit. Wanneer je als een minderjarige onderling seks hebt, en dat zijn minderjarigen onder de 16, dan is er geen sprake van een strafbaar feit. Elke vorm van seksueel gedrag met mensen onder de 12 jaar is wel strafbaar. Als je kijkt naar seks met jongeren tussen de 12 en de 16 jaar, is het per situatie verschillend. Op het moment dat er vrijwillig wordt ingestemd na het bieden van verleidende middelen, is het alsnog een strafbaar feit. Ook belangrijk is het bij jongeren tussen de 12 en de 16 om te kijken naar de context van de situatie, om te kijken naar de onderlinge relatie, of het leeftijdsadequaat is, en naar het leeftijdsverschil. Want hierbij mag een maximaal leeftijdsverschil van 5 jaar gehanteerd worden. Maar nogmaals, het is een heel lastig en gevoelig onderwerp. En het moet dan ook per situatie bekeken worden. Ben jij zelf minderjarig en jij hebt seks met iemand van jouwzelfde leeftijd, in ieder geval ook iemand die minderjarig is, dan is dit geen strafbaar feit. Dan mag dit. Mits het helemaal vrijwillig is, zonder dwang, en dat jullie hier zelf allebei achter staan en dat jullie allebei in staat zijn om zelf de keuze tot seks te maken.